Ik ben Antonio. Ik ben Marleen. En dit is onze veranda. Nou, wat we eigenlijk wilden was gewoon een plekje in de tuin waar je lekker rustig kon zitten zonder tv. Die hebben we daar dus bewust niet. En wat we dan doen is lekker onderuit, een drankje, praten, een boekje lezen. En wat de meeste mensen ook wel doen is een beetje thuiswerken, dus gewoon met de laptop onderuit. En dat, ja, zowel in de winter als in de zomer kan dat natuurlijk heerlijk daar. Maar hoe dat er precies uit zou moeten zien, daar hadden we niet een heel duidelijk beeld van. Wij kwamen binnen met een idee, maar niet uitgewerkt idee. Maar eigenlijk hebben we bij uw veranda-specialist allerlei goede ideeën gehoord. En eigenlijk paste dat naadloos in datgene wat we zelf voor ogen hadden. De samenwerking met Ferry verliep heel erg goed. En hij heeft ons mooi aan de hand meegenomen. En hele mooie tekeningen gemaakt waarvan wij vrij snel heel blij werden. Binnen een half uur hadden we eigenlijk een concreet plan klaar liggen. Die hebben we daarna nog een keertje extra verdiept en nog fraaier gemaakt. Hij wist dat echt wel goed concreet te maken, dus het was heel fijn. Nou ja, het resultaat staat hier naast. De opties zijn bijvoorbeeld zo'n achterwand, hè, met van die rechtopstaande houtjes allemaal. Wandcontactdozen waar je die allemaal wil, de verlichtingspunten. We wilden ook graag een schuurtje voor de fietsen, met ook daar ook verlichting in. En wandcontactdozen voor fietsenladers. Maar we hebben uiteindelijk zelfs ook geluidsisolatie in de wanden. Dus niet alleen in het plafond, maar ook rondom ons heen. Maar we hebben heel bewust gekozen ook voor een glasschuifsysteem. Waarom? Omdat we ook heel graag in de winter, als het gewoon koud is buiten, daar lekker binnen kunnen zitten, verwarmingje aan en daar ook gewoon kunnen chillen. Ja, dat lijkt ons echt heel fijn. De timmermannen die bij ons aan het werk zijn geweest, nou, die waren top. Ja, en die zijn aan de gang gegaan, helemaal conform planning. En ja, daar werden we wel heel blij van. En die werkten keihard en op elke vraag die we hadden, hadden ze eigenlijk een prima antwoord. Dus we zijn super tevreden. Het is eigenlijk van dag tot dag precies gegaan zoals we gehoopt hadden. Ik kan me nog heel goed herinneren, de eerste keer dat Marleen en ik in onze veranda zaten. En toen keken we elkaar ook echt aan en dachten, wat een rijkdom. Kijk ons nu zitten. Hoe heerlijk. Salute, la dolce vita.